Dankjewel. Fuck, mug! 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 Holy shit, kom dan. Holy shit. Shit, sorry. Oké, dit wordt een foto voor op me. Dit wordt nu een video. Op de video zit nu een foto. Wat dan? Omdat ik zojuist een mug heb vermorzeld en... Ja. Fuck. Yo mensen, Nieuwik hier en welkom terug op Agrarian Skies, aflevering, wat zei ik nou net, 6. Hoi. Ho, dat was een plot twist. Oké, maar die shirt, holy shit, je kwam hier met Enderpearl, dat is totaal niet zonde ofzo. Nee, totaal niet, man. Maar hoe gaat bij jou die shirt? Ja, wel goed, wel goed, wel goed. Kap met zagen, bitch! Oké, maar nee, maar wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag denk ik vooral werken aan ores en een betere manier van energie, want dat ding is een beetje te weinig voor... De pulverizer, dus yep. Ik ga... Er is zo'n ding, hè? Zo'n power drive, zo'n generator. Die, ja, die ga ik maken, die wilde ik eigenlijk generator ding. Oh nee, maar dat mag dus niet. Oh, ik heb trouwens ook nog een angry doll. Kan ik die hierop gebruiken? Ik moet die natuurlijk hierin. Wacht, we gaan één ding proberen, Richard. Oké, Richard. Echt? Het moment is daar. We gaan nu zien of het goed gaat of dat het helemaal fout gaat. Ik verwacht eigenlijk dat het fout gaat, want dit kan niet goed gaan, zeg maar. Er gaat zo'n... En waarom doe je het dan nog? Ja, dat weet ik niet. Kijk, kom eens. Kijk naar die stone barrel. Ja. Kijk wat er staat. Hij is het aftellen. Summoning. Oh, blaze. Yep, alleen het platform is van hout. Sick. Dat is fucking stom weer, hè. Richard, een beetje spanning opbouwen kan geen kwaad zo nu en dan. Moeten we hem dan in één keer doodslaan of what the fuck? Ja, maar het regent, dus waarschijnlijk kan die platform niet echt in de fix zetten. Oh ja, dat is waar. Dus het regen komt voor het eerst goed uit van pad. Maar wat wil je doen met een blaze? Weet ik niet. Ik had nog een ding in mijn hand. Dus ja, die moet ik even kwijt. Want dus ja, dan ik moet heb... je echt 4 buckets met lava helemaal verneuken. Geen 4 buckets, dat is 1 bucket, man. Echt? Oh, laat maar. Niet zo overdrijven. Oké, daar komt hij, Richard. Daar gaat hij. Blaze shot. Yay. Yay. Hij was wel snel dood. Ja, het was echt spam bam. Oké, maar jij gaat dus werken aan die power shit. En daar heb je dus allereerst redstone voor nodig. Dus wat wij eventjes gaan doen waarschijnlijk is... Want het duurt echt super lang voor welke redstone moeten hebben. Omdat we elke keer automatisch moeten saven. Of tenminste handmatig moeten saven eigenlijk. Dus wat ik eventjes ga doen is een nieuwe package maken met Tinker's Construct, denk ik. Is dat al een beetje mogelijk of ja? Ja, het is mogelijk. En wel een beetje van die ingots, van hoe noem je dat? Van die patterns? Die moet je maken. Hebben we die nog niet? Er zit volgens mij nog wat bres in. Oké, dan gaan we dat eventjes doen, hè. Oké, dan gaan we vorms maken hier, Richard. Hebben we nog aluminium brass in wat je zei? Ja, dit lijkt erop. Even kijken. Ook niet heel veel. Werkt het, Richard? Ik denk het wel, ja. Oké, ik heb misschien net genoeg of net niet genoeg. Ik heb waarschijnlijk net niet genoeg. Oh, dat is akkoord. Maak je toch wat meer? Oké, dan gaan we wat aluminium en wat koper maken. Waarschijnlijk hebben we dat nog wel. Aluminium, koper. Hebben we nog koper? We hebben wel aluminium. Koper hebben we... Ja, dat is een beetje tight. Daar tight. Heb je echt fucking weinig van. Tight. Ja. Huh? Kunnen we in een kan je in een nether... Wat is er dan nether ores? Ja. Oh, dat is er wel. Ja, alleen we hadden niet echt een goede pickaxe. Daarom vroeg ik aan jou een pickaxe. Want anders kunnen we zeg maar niet... niet goed minen. Want we hebben zeg maar een bepaald level van de pickaxe nodig, weet je wel. Wow. Oké, maar als het goed is, heb ik nu genoeg. Even kijken, zit er genoeg iron in? Ja, wel van pickaxe. Oké, dan gaan we dat gewoon doen. Dan gooi je er wat iron in. Tenminste, we gooien eventjes die shit erin, die cast erin. Dan vullen we die met iron op. Dit gooi eventjes weg zo. Bam, 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 bam. En dan zit het eerste onderdeel. Dan komt hier onderdeel nummer 2. Dat is namelijk de middelste stuk. Oké, waarschijnlijk hebben we over 1 minuutje heel veel redstone, Richard. Dus alles heb je van Jan Lul gemaakt eigenlijk. Oké, dat valt wel mee, want we kunnen alleen redstone... Moet ook koper hebben en zo, dus... Ja, daarom. Ik weet alleen dat we in een nether vlak bij de spannende daar wat redstone is. Echt gewoon 2 meter vandaan. Dus de rest van hebben we zo meteen sowieso wel. Echt, ik moet er echt aan wennen dat ik s'avonds aan het recorden ben. Want ik ben echt gewoon uit mijn nek aan het lullen. Wat dan? Ik weet niet, ik ben echt niet meer gewend om s'avonds te recorden. Het is echt gewoon, de laatste keer dat ik dat deed is echt misschien wel een half jaar geleden. Ik ben niet meer gewend om te recorden. Ja, maar dat heb je zelf gedaan, Richard. Okay, nee, dat heb ik niet. Dat is fate. Ik gooi er ook gewoon gelijk een diamond op, dan is hij wat beter. Dat is wel echt veel te warm hier, hoor. Waarom kan het nou weer niet? Ja, waarom heb ik nou weer geen... dan gooi we... Wacht, werkt dat wel? Beter werkt dat wel.
Beetje kan je er wel een extra bonifier op zetten. Ik kan er nu gewoon letterlijk nul modifiers op zetten. Dat is echt fucking BS. Een bonifier? Modifier. Ja, ik zei bonifier, man. Oh ja, nou, misschien ook wel, misschien ook niet. Ik weet het allemaal niet. We kunnen terugkijken. Modifiers remaining. Thanks. Oké. Dan smijten we nu gewoon extra diamond op. En als het goed is, kan hij dan wel wat beter minen. Been wasting diamonds since 1699. Helemaal niet, man. Mining level brons. Ben je mogelijk gemaakt, hoor. Queen Games. Oh, oh. Nether oor. Dat betekent ook TNT oor in de nether. Dat is awkward. Oké. Okay. Wat hoor ik nou? Bijna oh, what the fuck is dat dan weer? Ik schok me dood, man. Calm down. Dit gesneden wordt mede mogelijk gemaakt door Quinn. No problem. Misschien dat ik er even kijk. Kan ik redstone minen? Nee. Dat kan nog even niet. Kopper. Ja, kopper kan ik wel. Ik heb kopper. Redstone is iron, hè? Ah, oh, weer. Meen je dit nou? Blijven we ontploffen? Quinn, redstone is iron. What the dus fuck? Daarom had je niet als gewoon een iron pickaxe gemaakt. Ja, ik heb een iron pickaxe gemaakt. Hoe kan je nou geen redstone minen? Ja, don't. What the fuck? Wat gebeurt daar allemaal? Ja, reep. Oké, maar Richard, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Slecht nieuws is? Dat we de diamond hammer kwijt zijn. Ik heb 2 diamond hammers. Oh, dan is het goede nieuws dat we de diamond hammer niet kwijt zijn. Maar het andere goede nieuws is dat we wat nether copper ore hebben. Dus dat kunnen we waarschijnlijk gaan pulverizen. En volgens mij, als je nether ore hebt, gaat het nog meer verpulverizen, zeg maar. Wordt het er 4. Ja. Yep. Oi, oi, ja. Oi, oi, oi. Oké, maar op zich, het is wel, heb jij ook mijn pickaxe trouwens? Kan je het vangen? Hangt vanaf welke kant je gooit. Kom maar, Richard. Gooi maar. Woehoe. Oh, ik heb hem. Ja, maar kijk, dat had ik dus gemaakt. Een iron pickaxe met diamond erop. Een mining level obsidian. Dat moet hij toch gewoon doen nu? This tool has incorrect data. Ja, dat zag ik ook al. What the fuck? Wacht, ik ga nog eens terug. Wacht, dan ga ik eerst even wat voedsel. Hebben we nog voedsel ergens? Maar even kijken, als ik hem nou in een crafting bench gooi en ik update hem dan, ben ik nog... Ja, dat deed ik ook, maar toen deed hij niks. Oh. Nou, dan gaan we zo meteen gewoon even kijken of misschien glitches dat we er dingen mee kunnen verzamelen. Dat zou namelijk wel hard zijn. Nee, ik wil niet... glitchen met Richard en Quinn. Ja, maar dat is toch al standaard met ons, dus... Misschien, maar misschien is hij geglitcht omdat hij door de portal heen ging of zo. Nou, dan gaan we dat vanaf nu met alle spullen doen gewoon. Oh ja. Oké, maar ik ben benieuwd of hij nu dus wel redstone kan minen, want hij zegt nu mining level obsidian. Alleen alles staat hier fucking in de hands. Dat is no joke. Vond niet zo erg, niet overdrijven. Wacht, kunnen we misschien dit... Nee, dit kan in ieder geval nog niet. Even kijken, kun je ook nog wat lappen? Nee, dat is kobold hoor, dat kunnen we ook nog niet. Is dan echt serieus alles wat ik nodig had ontploft? Alles ontploft ook gewoon letterlijk hier in die nether, hè? Oh wacht, daar heb ik nog redstone. Kijken of dit werkt. We gaan het zien. Ja! Oh, redstone werkt! Ik weet niet hoe we dit gedaan... Hoe hebben we dit gedaan, Richard? We hebben hem dik geglitcht. Weet niet, mij maakt niet uit. Misschien nee, omdat hij door de nether portal gaat of ging of zo. Okay, of dat je dood ging en de nether portal heeft hij geglitcht of zo. Misschien is het gewoon een update van Tinker's Construct. Vanaf nu zet je geen modifiers meer op, maar ga je gewoon overgooien via de nether portal. Oh. En elke gooi gaat hij omhoog. Ik weet echt niet hoe het voor elkaar volgende gooi wordt kobalt. Wacht, maar zijn die zombie Pikmin nog steeds boos? Ja. Uh-oh. Ja, doei. Ze zijn sinds dat je die shit gemined hebt altijd boos, hè, Quinn? Hé, ik heb hier nog redstone, ik heb niet eens gezien. Oh! Oké, we gaan dood. Nee, we gaan niet dood. I will not die. Oh, Richard, je schrok! Ik schrok van jouw fucking genies, of wat fuck je deed? Ik moest lachen. What the fuck, er is hier een boze zombie Pikmin? We nakken hem. Zo. Die werd gewoon hard door de netherportal teruggeslagen, zo'n beetje. Oké, maar Richard, we hebben redstone. Ik heb 3 nether redstone ore. En als we dat pulverizen, Richard, zal ik jou eens heel excited maken. Hebben we 21 redstone. Ik heb er 3, dus hebben we 63 redstone. Hoe blij ben je? Dan kunnen we zelfs een paar van die dingen maken. Ja, zie? Ik ben gewoon... Ging jij dat maken dan? We kunnen het ook samen doen. Gewoon hand in hand. Hand in hand? Nee. Hand in hand? Nee. Waarom niet? Gewoon niet. We doen eens even kijken, hoe heet zo'n ding ook alweer? Een stone generator of zo heet die. Ja, dan moet je dan eerst de wooden generator maken of niet? Nee, we hebben eerst een RF engine nodig. Die maken we met iron, met 6 iron. Dan pakken we eventjes uit de kist van Quinn. Welke is het ook alweer? Ik maak wel een paar dingen, oké?
Van mij mag je, maar welke is het ook alweer? Is het storage? Het is gewoon de bovenste, toch? Assembly line. Oh. Echt? Ja, het is gewoon de eerste. De power drive. Gewoon learning. Unlock 3 quest elsewhere. Gewoon learning the cockblock. Maar Richard. Ja. We hebben alle spullen verzameld om de stone generator te gaan maken. Tenminste, dat hoop ik. Even kijken, wat heb ik nou nodig? Ik heb dit ding nodig. Dat gaan we in het midden plaatsen en dan gaan we het combineren met stone. Zo hats, flats, bam, klaar. Stone generator. Oké, nu is dan toch weer het moment. Hadden we vorige episode hadden we het ook al. Heb jij trouwens mijn boek? Wim, moet je dit kijken? Je hebt twee boeken als het goed is. Dus. Oh ja, wat was daar praktisch nut van? Ja, dat moest ik voor een quest doen. Zeker, maar heb je mijn boek? 10. Oh, ik heb hier dan een boek. Ja, die had ik daarin gedaan voor. Okay, thanks. Oké, okay, maar als het goed... Ja, hij is nu opengesprongen. En we krijgen 16 coals reward. Maar hij is opengesprongen, jongens. We kunnen automatic sieving doen. Hey, automatic sieve. Oh. Hoe hard ben jij? Ik ben zeker heel hard. Oké, doei. Doei. You're probably getting very tired of right-clicking. Oh, ja, nogal. You may have already... Jij hebt niet eens geright-click. Ik heb het meest gedaan, man. Ja, maar ik voelde jouw pijn via de headset doorkomen. Oké, true. You may have already attempted using some form of block clicker to automate the sieve, only to find... The jaded one is evil, has disabled the types, The correct method of automating sieves is to use the handy-dandy auto-sieve. Catchy name, right? It requires power, 10 RF per tick, dat valt er reuze mee. And it can be upgraded with fortune and speed upgrades. Klinkt goed. Dat is wel cool. Dat is wel cool. Yep. Maar zet nou maar je power ding hiernaast. Oké. Wat? Oh, mijn power ding. Mag ik je power hebben? Oké, hebben we toevallig info? Waarnaast hiernaast gewoon? Ik heb 12 info ingot. Echt? Oh, dat is wel mokken nice. Oké, mag ik dat? Ja. Hebben we toevallig ook Electrum? Want Electrum kunnen we maken van zilver en goud. Zilver moeten we wel hebben als goed is. Dat gebruiken we namelijk echt never nooit. En we hebben al echt ongelooflijk veel gekloot met al die zooi. Oké, als ik nou gewoon... Kunnen we een hopper maken? Hop. Partje ingehalen op. Volgens mij kan je dit gewoon smelten, toch? Hebben we iron ore? Iron ore? Ja. Nou, wel ingots. Bedoel je ingots of ore? Ingots. Ja, hier. In de kwinkist. Oké, kan ik het gewoon met elkaar combineren? Denk het wel, toch? Ja, kijk. Ja, Richard, we maken zoveel progress op dit moment. We zijn niet meer te volgen. Nou, volgens mij wel. Oh. Auw! Wat de fuck gaat dat over dan? Deed jij dat? Wat? Het platform zat in de fik. Nee, ze heet geen... Je moet even gewoon... Energy. Thermal dynamic zoeken. Redstone energy flux duct. Holy shit, wat zijn dit voor dingen? Flux duct. Wat de fuck zijn dat voor kanonskogels? Kijk toch, ze zien er best wel gaaf uit. Oké, nice. Maar ik heb 6 redstone nodig, wat led en glas. Ik heb alleen nog eventjes mijn gear nodig. Mijn gear... Ik ben steeds weer ernaam, ik weet van die dingen. Mijn gearcast, ja. Die, ja. Oké, okay, gaan we hier neersmijten. Dan gaan we als het goed is even kijken of we wat elektrum hebben hierin. Ja, dat hebben we net gesmolten. Oké, okay, laten we het vollopen. En als het goed is hebben we een gear. Richard, feest is aan hier. Je gaat niet jatten. Wil die dat dus steeds doen? Ik heb het niet... Nee, ik wilde niet. Waarom denk je dan dat ik al die shit doe, man? En dat weet ik niet, man. Sorry. Ik zit alleen maar even te kijken wat erin zit, want ik heb led nodig. Richard. Ja. Het moment is daar. We hebben een automatic sieve. Maar we hebben natuurlijk al power nodig. Dus waarschijnlijk kan ik die best hier neerzetten. Waar zal ik hem neerzetten? Ik veel. Eigenlijk moeten we even ons platform een beetje uitbreiden. Want het is een beetje een skere band aan het worden hier. En dan hier de pulverizer. Oh, wat dan? Ja, ik moet even. Ik vraag alleen. Hoe werkt die pulverizer alleen? Dat is mijn vraag. Of hoe werkt deze sieve? Moet je dan met pipes erin doen of zo? Nou, we gaan zo. Oh even. Nee, ik zie al wat je moet doen. Kan de andere kant kan natuurlijk ook nog een fik vliegen, of niet? Ja. Dan moet ik ook eventjes van slaps maken. Zo, als het goed is gaat het nu wel redelijk. En hier ook, ja. Zo. Oké. Moeten we hier niet nog een generator doen of zo? Of een pulverizer? Ja, dat kan ook nog. We doen gewoon manual doen we het in die sieve, oké? Okay? Zo, ja, dat is goed. Oké, even kijken. Dan heeft dit ding energie, als het goed is. Ja, die heeft wat energie. Heb je die hopper? Kabels. Nee, hopper? Nee, die heb ik niet. Die staat waarschijnlijk daar nog. Maar even kijken. Kan je die even oppakken? Ik was even aan het denken. Die auto-sieve, wat moeten we erin gooien? Dan moeten we dust en zo ingooien. Dus waarschijnlijk... Ja, en sand en gravel. Ja, yep, oké. Okay. Dus dan wil je die hopper aan gaan sluiten gewoon.
Heeft die auto sieve eigenlijk iets van een output port of zo? Of eronder of zo? Je kan hier Er is eronder een of andere, outputten. sikke zombie weer hier. Die gaan we er voort in rammen, want dat ding is... Oh. Oh. Ik heb zijn zonder soort. Waar? Hier boven de pulverizer. En dan doen we hiernaast een... Hiernaast doen we de chest. Oké, okay, werkt die? Ik ben benieuwd. Oké, okay, dan gaan we, Richard. Oh, hij werkt. Hij werkt gewoon. Holy no shit. Shit. Nou, met ons moet je altijd maar wachten of het werkt. Nou, misschien dat hij ontploft als hij iets gedaan heeft. We hebben er niks van gekregen. Wat een scam. Ja, yep, what the fuck, zijn opgelicht. Kom, we gaan eventjes die gast bellen van opgelicht, weet je wel. Nee. Oh, dat ding werkt wel super goed. Je krijgt ongeveer 0% refunds. Moet je er misschien wat ingooien? Nee, je kan een fortune alleen ingooien. Oh, hij doet dat. Lepers en flint. Oké, doe dat. Mooi, feestje bij Richard thuis. Maar wat is trouwens opengeklapt nu? Niks. Autosmashing. We kunnen ook een autosmasher maken. Now that you have your sieve automated, wouldn't you like to stop hitting blocks with hammers? With the newly... automatic, you can do... Bam 6 RF per tick. Oké. Okay. Hoe maken we die? Automatic hammer. Automatic hammer. Kijk, die maken we met invar. Daar hebben we op zich nog best veel van. Een anvil, dat is wel pijnlijk. Een pressure plate is easy, een piston is ook easy. Het gaat alleen echt klimmen om de... Maar het gaat ook... Waarom een damaged anvil? Wat is dat voor logica? Daar kan het ook mee. Oké, okay, we hebben echt ongelooflijk veel iron nodig. Hebben we toevallig heel veel iron of hebben we echt totaal helemaal niks? Nou, we hebben een beetje in jouw quint chest. Ja, ligt hier trouwens nog oor op de grond, hè? En hier ligt nog een... Ja, dat past niet meer in mijn inventory. Oké, de anvil is binnen. Dan gaan we nu... De pressure plate had ik al gemaakt, zo. Dan heb ik die ook al. Piston maken. Wat heb ik daar nog voor nodig? Cobblestone. Iron weer inderdaad. Oh, daar gaan we weer. Iron, please. Kom op. Kom op. Ga. Dankjewel. Echt, al die teksten zijn heel erg vaag. Ook van die kaas. Zitten er van die hele platen achter. Dus zie je niet het losse item, maar gewoon een hele plaat erachter. Je bedoelt dat oranje eromheen? Ja. Ja, dat is glitch, man. Glitch as fuck. Oké, even kijken. Heb ik nu alles? Ja, ik heb alles. Automatic hammer. Ik heb hem gewoon, Richard. Hoe vind je die? Heb je die automatic crusher ding? Ja, die hammer. Weet je wat je trouwens nog wel even daarvoor moet maken, Quinn? Nou? Een nieuwe survivalist generator. Nog één. Ja, want deze gebruikt deze. Dan heb ik nog meer iron nodig. Richard, waarom moet je me dat nou weer aandoen? Ik heb nu genoeg. Ik kan de survivalist generator gaan maken. Hebben we toevallig ook nog wat kool over om erin te proppen? Of hebben we dat ook niet meer? Joehoe. Aaron, Richard. Joehoe. We hebben nog genoeg over. Genoeg ruimte over om die survivalist generator en dit ding neer te zetten. Ja, hier. Gewoon naast gewoon de chest. Naast, gewoon zo. Bam. Ja, dan bam. Nee, daar. Ja, ja. Ik snap ook waar die moet. Ja, ja. Doet hij het? Oh, wacht. Ik moet ook eerst kool. Heb jij kool? Ik heb nog... Hier, ik heb nog wat kool. Best smijt hem maar alleen. Alleen ik heb geen cobblestone meer. Oh wacht, wil ik het in de verkeerde doen? Ziek. Zo. Alleen hebben wij nog. We hebben geen cobblestone. Kan jij nog wat cobblestone pakken? Ja, ik heb hier wat cobblestone. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, we gaan crushen en dan gaat er wat uitkomen, denk ik. We kunnen alle hoofdstukken inderdaad doen. Welke was nog niet open? Assembly line, toch? Kijk, hoe gaat het met. Ja. Storage Wars was nog niet open. Of nee, was wel open. Power Welke grid. Was nog niet open? Power Grid was voor deze episode voor mij nog niet open. Nou, dan kunnen we gelijk claimen. 32 gold, dankjewel man. Solar Panel. Een Sun Power. Oh, die ziet er wel cool uit. Zullen we eens proberen, Solar Panel? Er zijn wel coolere dingen toegevoegd nu. Hout, redstone en mirror. Mirror is gemaakt van glas van tin, of van zilver. Mirror on the wall. Here we are again. To my rise and fall. Maybe my only friends. Oké, waarschijnlijk heeft iedereen nu de video gedisliked. Oh. Nee, maar dat is fucking mooi, man. Oké. Oké, dat jongens. Dat ging richting 10 out of 10. Een duimpje omhoog in de comment als jullie mij en Richard volgend jaar in de Voice Holland willen hebben. Nou, doe dat maar niet. Ik kan mooi zingen, maar zo mooi ik niet, hè. Rip Nederland dan. Ja, dan ben ik wel dom, man. Yep. Wacht, we moeten nou eens eventjes, nu we toch lekker bezig zijn. Dan gaan we gewoon even dit eruit pakken en dan gaan we hier gewoon wat gooien. Wat gravel, dan wordt het zand automatisch. Claim, claim, dubbel claim, claim. En ik kan alvast verklappen voor zometeen. We hebben namelijk op de vorige episode 176 likes, dus we gaan sowieso twee reward bags openen. Oeh. Oh shit. Maar de vorige episode was echt om te janken wat we eruit kregen.
Hoe bedoel je? Ja, gewoon wat we eruit kregen, weet je nog? Oh, ja. Yeah. Dat was echt super duper jammer. Mijn huis gaat ook richting fucking 1000 miljoen graden. Yep, mijn ook. Maar heb jij toevallig nog wat hout? Och, ik heb al tanks. Graag gedaan. Oké, we gaan hem maken. We kunnen claimen binnen 10 seconden. Oké, iets minder dan 10 seconden. Oké. 10, 9, 8, 7, ik heb 6, 5, 4, 3, 2, 1. We hebben hem. Claim reward, gratis 6 redstone. Oké, ik heb 9 iron ingots. Dus je hebt waarschijnlijk over wel geteld 10 seconden. Nou, oké, iets langer. 20 seconden kunnen we reward back gaan openen. Extra reward back deze episode. Ziek! Wat vind jij die shirt? Ah, zo moet je het maken. Heb jij een bucket voor me? Een bucket, ja. Ik heb zelfs twee, of niet die? Het ligt achter je. Oké, hoezo? Quinn, kijk, zo maak je skystone, Quinn. Nee, wacht, één moment. Laat me maar weer wachten. Hier, kijk. Auw, meteen zat vast achter de verwarming. Zo, en bam. Oh lol, dat is nice. Kijk dan. Beter gaat dat ding even zijn fucking shot ding houden. Oké, even kijken. Ik heb nu die twee dingetjes voor een staff, voor een wand, voor de fuck je het ook wil noemen. What the fuck, ik kan gewoon... En een sticker tussen. Ik kan gewoon nu al claimen. Wauw. Wauw, maar... Het is mogelijk awkward. Auw! Wacht, mag ik mijn reward back terug? Weet niet van jou, ik heb geen reward back gekregen, maar deze raw hide. Wacht, die reward back nog hier. What the fuck? Auw, mijn man is dood. Kijk, die zit te komen. Reward back in 3, 2, 1. Wat is het echt van ding? Een basic. 3, 2, 1, go! Dat is fucking junk. Moest dat? Je zei half hartje, toen moest ik je killen. Ja, maar een half hartje betekent niet kill. Je hebt nu in ieder geval weer heel volledig hart, dus je moet me eigenlijk bedanken. Nou, bedankt. Graag gedaan. Dan neem ik sapling nu kwijt. Waar is mijn sapling heb je welke? Je bedoelt die Greatwood? Ja. Heb jij die? Ja. Pff, gelukkig. Ik dacht dat ik hem kwijt was, dan was de rip. Wat dan? Ja. Hoe de fuck wil ik dan naar een Greatwood gaan komen? Weet niet. Wat heb je nou geladen? Internet. Nu. In de chest. Kijk, dan ga ik hier mijn magische hoekje maken. Ik weet het magische rukhoekje. Oh nee, niet weer. Oops, I did it again. Ik word allemaal een beetje gek van die hoekjes, man. Ja, ik ook. Allemaal een beetje naar. Ons plekje is een beetje hoekig. Oké, we gaan hem hier neerzetten, gewoon hier. Dat was wel een hele goede grap. Ik ging bijna aan lachen. Oké, dan laten we hem groeien. En dan zijn we klaar met dit gedoe. Zo, het was wel een beetje een crap reward inderdaad, wat de reward back al aangaf. Ach, dat kan niet. Oh, dat wordt awkward. Oké, dat gaan we later wel even fixen, jongens. Maar, we gaan denk ik de reward back openen. Ja, ik heb ze hier. Oh. Dun. Maar 176 likes dus op de vorige episode en ligt de Enderpearl op de rand van de afgrond. Ja, dat was niet heel slim. Oké. Maar, wat voor reward backs heb je nou weer gepakt, Richard? Greater. Oké, dat was de vorige episode niet zo'n succes. Dus dat gaan we eventjes doen dan. Oké, Richard, of gaan dat we. Ze niet wat greater zijn, weet je wel. Greater. Maar Richard. Begin ik? Ja, zie je later, man. Dan grapje, ik kom weer terug. Maar oké, open, begin maar. Heb je nog steeds een bij? Ja. Ben je blij? Ja, het is rare. Snap je wel? Bij, blij. Snap je? Ik weet niet wat je ervan... Zal ik kijken wat je ervan krijgt? Het is volgens mij een super rare bij. Echt? Wat is het? Stedrone? Nee, het is een... Agrarian bij. Klinkt spannend. Oké, maar ik ga mijn openen, oké? 3, 2, 1. Wat is dat? Magma Rose Seed en Fish Nugget Plant Seed. Dat klinkt leuk. Maar ik ga kijken. We hebben een Fish Nugget Plant Seed en we hebben een Magma Rose Seed. Dus je zou toch denken dat het in magma moet of iets? Of denk misschien ik... maakt hij juist magma. Ja, dat zou ook kunnen, ik weet het niet. Magma Rose Seed. Oké, dat werkt in elk geval niet. Ik durf het eigenlijk ook niet in te gaan gooien. Maar wat... Ik moet even gaan kijken wat dit precies doet. Een Fish Nugget Plant. Oké, dat gaan we de volgende episode denk ik wel opkomen. Maar, ik denk dat we nu aan het einde zijn gekomen van deze Agrarian Skies episode. Wat denk jij, Richard? Ik denk het ook. We waren al lang aan het einde gekomen. Ja, maar ik verlengde de episode eventjes.
Want ja, kijk, ik durf gewoon voor mijn dik te wedden dat dit ding ook weer gaat ontploffen gewoon. Yep. I was right. I was fucking right. Rip. 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 Oké, maar jongens, bedankt voor het kijken. We zien jullie graag volgende keer weer terug bij meer Agrarian Skies. Heb je ervan genoten, doen zeker een blauw duimpje omhoog. Dan gaan we namelijk in de volgende episode weer lekker veel reward bags openen. En gewoon nog meer opblazen hier, want ja, dat gaat ook zo lekker goed. Maar bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei doei! Doei doei! Auw! Auw! Niet doen! Af!